Goedendag iedereen op deze 14 november 2021. Ik ben hier te Hulst aan de vesting, dus momenteel ikzelf aan het Michelstadspad. Hier is er momenteel een cross met mountain bikes aan de binnenvesting van Hulst. Dus het is momenteel wel nog vroeg, 9:15 op deze zondag. Toch wel enkele leuke beelden. Hier komt er ook nog andere fietsers toe, via het Michelstadspad en dan de ingang van de Keldermanspoort. De dubbele poort liever en dan zo naar de vesting. Van beelden hier, ik zeg met de reflectie in het water. En er komen nog fietsers aan. Ik zeg, het is hier een volle bak. Het begon om 8:30, hoor ik van iemand roepen die dus momenteel nu onderweg is naar het parcours. Maar ik ga nog even verder, dat ik beelden heb vanuit een andere hoek. Goedendag. Zo, ik vervolg mijn route hier via het Michelstadspad. Dus dat is nog een stuk en dan kan je terug Hulst binnen via de dubbele poort. Zo, einde van het Michelstadspad en dan even naar rechts.
Zo, aankomst Dubbele Poort. Wat is dat voor een cross, meneer? Nee? Wat is dat voor een cross? Dat is een, onze veldtoertocht. Hoe noem ik het juist? Onze veldtoertocht. Veldtoertocht, ja, ja. Mountainbiken. Ah, ja. Ja. Ik had er niet over gelezen, maar interessant. Dat is wel mooi, hè? En tot hoe lang tot de laat duurt dat? Een uur of half twaalf, denk ik. Of de, ah, ja. Oké, okay, ja, bedankt voor de info. Kom maar heen, schrijven. Ja. Oké. Okay. Bijzonder interessant. Ik zeg, alles wat er hier georganiseerd wordt, van sporten en zo. Ik ga nog even langs hier. Ik moet hier wel een stukje te voet. Zo, hier nog een mooie shot met de stadsmolen van Helst. Hier ook een zicht op de binnenstad van Hulst. Het is rond 9 uur. Ja, en daar komen de fietsers aan. Zo, beste mensen, was een stukje terug van Hulst. Bij dit evenement toch wel even de leuke beelden. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.